Dames en heren, welkom bij Amsterdam Vintage Watches en niemand minder dan de legend Jasper zit weer naast mij. Eigenaar, CEO, mag je zien? Jij mag je dat ook? Je directeur word ik meestal directeur, mee aangesproken. Maar heb je dan ook CEO in je Instagram bio staan? Gelukkig niet. Nee. CEO Amsterdam Vintage Watches. Ik ben hier met de eigenaar, of ook wel bekend, de CEO van Day One Lifestyle, ja. Mr. Boske. Dat heb ik dus wel in mijn Instagram staan. Ben je serieus? Nee, tuurlijk niet. Ik wilde je net op straat zetten. Ja, gelukkig, dan is het goed. Klaar. Maar dan had ik wel deze meegenomen. Oh, jezus, dat is een probleem. Wat heb je om? Wat heb ik om? Ik heb vandaag een Patek Philippe om. Met een beetje een pocherige band. Daar ben ik wel heel eerlijk in. Ja. Dit is gewoon mijn... Die heb hem net bij mij omgedaan. Dit is wat ik zie. Ik weet dat jij mij hebt verteld dat in deze versie is hij 30.000 euro. Wat natuurlijk echt nog steeds verschrikkelijk veel geld is. Maar ik denk dat hij met plastic, of wat is het? Rubberen band. Is hij 3.000 euro minder, is hij 27.000 euro. Ja, maar toch? Veel mooier, man. Maar veel wijzer. Dit is een beetje een pocherige kermisband. Klopt. Ik snap dat mensen misschien nu offended zijn. Die zeggen, ja, maar dat is een originele. Ja, bla, bla. Wel leuk, man, want ik moet hem nog gaan verkopen. Nu heb je hem helemaal gedowngrade en ja, dit is top. Oké, maar hij staat me wel. Hij staat toch? Je heel goed. Maar de Aquanaut is wel in de laatste paar jaren. Dat is de naam van het model, ja. 5167. Is in de laatste jaren erg in aanzien gestegen. En bewandelt bijna het pad van het horloge waar we het vandaag over gaan hebben. Want vandaag gaan we het hebben over? De Nautilus. De Nautilus. Ja. Oké, maar ik heb dus een Patek om. Maar jij hebt iets anders om dan wat hier staat, toch? Yes. Ik heb gekozen voor Audemars Piguet Royal Oak. Ja. We hebben er al een video over gemaakt. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dat was echt way back. Onze eerste series. Ja. Ga die dus ook checken. Die was echt nice. Komt in de i hierboven. Yes. Dus gaan we even checken. Doe dat. En de 5402, dat is de referentie van de allereerste Royal Oak. En dat zette eigenlijk een hele switch op gang in de hele horlogeindustrie. En redde Audemars Piguet van de ondergang. En bij de Nautilus is dat gebeurd voor Patek Philippe. Het is dezelfde designer, toch? Yes, sir. Gerald Genta. En dat is normaal niet vanzelfsprekend bij horloges dat je de designers kent. Bij mode weten we natuurlijk al die designers. Bij horloges is dat niet zo, behalve Gerald Genta. Waarom dat is, een is legend. Dat niet zo? Toch meer iets geslotener wereld. Het is niet dat daarmee gemarket wordt. Ja. Ja. Oké, en zijn er, als ik nu naar deze horloges kijk wat jij om hebt, ja. Zijn er mensen in Nederland, vooraanstaande rappers of andere mensen die deze horloges dragen? Zeker, dus zowel de Royal Oak als de Nautilus is een horloge, is een model wat nu ongekend veel populariteit kent. En zeker ook in de hip-hop scene zie je nu alleen maar Nautilus. En iedereen is alweer van Rolex af, lijkt het. En nu moet je een Nautilus hebben, man. Wie dragen dit bijvoorbeeld? Wie heb jij gezien in filmpjes of de craziest Nautilus, ja? Die is van Post Malone. Die is full diamond set, maar wel factory. Dus door Patek Philippe zelf gezet. Mm-hmm. Terwijl heel veel rappers of voetballers, bijvoorbeeld Hakim Ziyech, die koopt dan dit horloge, in dit geval een Patek Philippe Nautilus 5711. En die laat het, dat noemen ze aftermarket, door een juwelier, dus niet door Patek Philippe zelf. Zetten met diamanten, dan vind ik hem niet nice. Maar ja, dan kost hij maar een tonnetje. Terwijl als je een factory set hebt, zoals Post Malone, dan ga je over de miljoen. Ook bij Ajax is het heel populair, dus de voetballers. Als we kijken naar Lasse Schöne, Dolberg, ik noemde net Ziyech al. Nederlandse rappers. Heeft Lil Kleine deze niet? Nee, Kleine heeft een AP inderdaad. Die chronograaf in rosé goud. Maar Nautilus zien we nog. Ah, sorry. Kleine heeft wel 5711 rosé goud. Ja. Wauw. De Patek Philippe is helemaal gaande, zoals ze dat zeggen. Ja. Wat is er zo speciaal aan? Ik ga het je uitleggen. Het historisch belang, daar beginnen we bij. Helemaal bovenaan met het allereerste model. Geïntroduceerd in 1976 op design van Gerald Genta. Jaren 70 in de horlogeindustrie kenmerkte zich als een hele barre tijd. Want toen kwamen de kwartshorloges, dus hele goedkope horloges die veel preciezer waren dan de mechanische horloges. Dus iedereen stapte een beetje af van dat een horloge heel precies moest zijn en een soort heel chic. En Patek Philippe en Audemars Piguet waren de merken die juist heel chique horloges maakten. En ze dachten, het roer moet om. Gerald Genta werd ingehuurd. Na zijn succes bij Audemars Piguet heeft hij de Nautilus ontworpen. Alleen de Nautilus is qua design veel ronder. Dus dit zijn zeg maar een patrijspoortvorm. Mm-hmm. Dus wat je op een schip ziet. En dit zijn dan de scharnieren. Dus die oren daaraan zijn de scharnieren van een patrijs. En kenmerkend voor hem is die geïntegreerde band. Die je zowel op een Royal Oak ziet als op de Nautilus. Alleen aan de Royal Oak zitten er dan twee hier. Exact. Aan de zijkant en hier eentje. En dit zijn veel meer afgewerkte vormen, veel meer ronder. Ja. En dit zijn veel meer hoekiger, vierkante vormen. Klopt het ook dat dit wat matter is? Exact. Ja, hè? Ja, dus de finish is ook anders. En zo heeft hij toch een onderscheid gebracht. Maar zeker als je ze naast elkaar ziet, zie je duidelijk
dat het dezelfde designer is. En bij introductie in de jaren 70 waren dit dan ook de allerkostbaarste horloges, terwijl ze niet eens van goud waren. En vroeger werd daar schande over gesproken. In de jaren 70, wat kostte zo'n horloge? 2000 gulden. 2000 gulden? Ja, maar je kon een ander goudhorloge vaak al kopen voor 1000 gulden. Dus dit was wel baanbrekend. En hiermee waren ze er eigenlijk de eerste die echt die toolwatches als luxury gingen marketen. Wauw, dus je kon dit voor een kleine 10.000, 12.000 euro, ja. Kon je dit setje kopen. Ja, en nu is alleen al deze, die hebben we nu in de winkel momenteel richting een tonnetje. Dus de allereerste Nautilus. Je zou toch maar voor de gein, omdat je ze toen hartstikke mooi vond, allemaal hebben gekocht. Ja. Maar hoe kan het dan dat zo'n merk, en dat vind ik altijd leuk om te weten, is waarom wordt zo'n merk wel heel bekend en zoveel waard? En er waren natuurlijk meer merken toen die dit hebben geprobeerd. Zeker. Maar ja, die hebben niet dit voor elkaar gekregen. Nee, ik denk dat het de tijdloze design is van Gerald Genta die eraan heeft bijgedragen. Dus dat is heel goed geweest. Daarom is zijn naam nog steeds onuitwisbaar uit de horlogegeschiedenis. En ik denk ook dat het toch die afwerking en die kwaliteit blijft. Die ondanks dat het om een sportieve horloge gaat, Patek Philippe wel blijft waarborgen. Ja, maar dit waren wel de eerste soort sportieve horloges. Voor deze twee merken, absoluut. En daarom is het leuk dat jij die Aquanaut om hebt. Want dat is een soort van de nieuwe Nautilus. Dat is het model wat nu de laatste jaren heel veel aantrekkingskracht uitoefent op de markt. Dit horloge is een soort van de huidige versie van de 3700. Mm-hmm. Nautilus met dezelfde designkenmerken. En dat horloge wordt vandaag de dag nog steeds geproduceerd. Let op, een nieuw prijs van 25.000 euro. Dat is de listprijs. Op het moment dat je hem koopt, kan je hem verkopen voor ongeveer 45.000 euro. Dus dit is gewoon een hele goede investering. Zeker. Maar dan moet je er wel doorkomen. Hij is bijna niet aan te komen en daardoor is de tweedehandsmarkt daarin zeg maar al heel erg ontwikkeld. Dus jij zou deze nu, ontwikkeld. Als er nu iemand binnenstapt en deze zou willen kopen, ik weet dat deze van niemand is, maar zou je hem voor 45, zou je hem verkopen? Dat kan niet, hij is van mijn collega. Maar, ja, maar... Als mijn collega hem wil verkopen, dan is 45.000 euro de correcte marktwaarde. Ja. Ja. Wauw. Aan de onderkant de wat beperktere maten. En dat vind ik zelf mooier, omdat ik zelf wat kleiner ben. Jij bent een grote gast. Dus voor mij is dit perfect. Het 37 mm Nautilus referentie 3800, dan wel in goudstaal. Waarbij je echt die 80s vibes hebt. Maar waar kijk je dan naar? Kijk je dan naar je pols? Of kijk je naar... Je hebt een grote gast, ik weet dat niet, maar ik ben wat forser, wat bredere schouders. Kijk je dan, heb je dan ook, als je wat slanker bent, heb je dan ook een wat kleiner, dunner horloge nodig? Wat ik aangenaam vind, is wel dat het overeenkomt met je gehele postuur. Mm-hmm. Dus een 37 mm staat bij mij perfect, terwijl bij jou oogt het misschien wat klein. Niet alleen door je polsmaat, dat is 41 mm. Ja, ja. En niet alleen door je polsmaat, maar gewoon omdat je zelf een wat grotere verschijning bent. De meeste wijzerplaten bij Patek Philippe Nautilus hebben die ribbels op de wijzerplaat. Mm-hmm. Zoals de Royo ook die puntjes heeft, dat noemen ze een tapissière, heeft de Nautilus die ribbels. Alleen deze heeft dat niet. Je wilt iets hebben wat iemand anders niet kan krijgen. Nee. En deze, zeker, er worden er maar 2 per Patek Philippe dealer per jaar uitgeleverd, vandaag de dag. Dus het is heel moeilijk aan te komen. Maar deze wordt al lang niet meer gemaakt. En die kan al helemaal niemand krijgen. Hoeveel zijn er van deze, weet je dat? Grove schatting 1500 tot 2000. Ja. Wereldwijd? Wereldwijd, ja. Dus JJ. Ja. Overmaken of komt dan? Nee, ja, ik moet ook nog een auto en het is... Elke keer als ik hier kom, word ik een soort van verliefd op al die horloges. En het is onbetaalbaar bijna, maar... Weet je wat je doet? Die daily driver, doe gewoon daily bicycle. Ja. Dan bespaar je. Ja, en dan kan het wel. Daily bicycle, daily skelte. De daily skelte. Dan misschien lukt het dan. Ja, nee. Een horloge van een ton. Zijn er mensen die dat dagelijks dragen? Dat is dus een hele goede vraag. Ja. Zeker met betrekking tot de Nautilus. Want ondanks dat het een heel kostbaar horloge is, is het een heel erg solide horloge. Het is helemaal niet fragiel. Ten overzichte van veel andere Patek Philippe's met complicaties, die zijn veel fragieler. Dus dit kan je elke dag dragen, maar ook veel mensen die het kopen als investering. Want laten we wel wezen, een horloge is dit van een ton. 2-3 jaar geleden was hij nog maar 45.000 euro. Dus zo snel is die populariteit gestegen. Ja. Persoonlijk ben ik benieuwd, omdat ik dat een hele goede vraag vond van jou aan mij. Ja. En dat wil ik ook weten van de kijker. Wat vinden jullie nicer? Kijk zeker dit filmpje van de Royal Oak. Kijk daarna die van de Nautilus. Waarvoor zou jij sparen? Royal Oak van Omar Piquet of de Nautilus van Patek Philippe? Precies, laat het ons weten. Laat het gewoon in de comments weten. Wat vinden jullie van deze aflevering? Wat vinden jullie van de horloges die we laten zien? Hebben jullie nog ideeën voor horloges die jullie willen zien? Zijn er vragen? Alles kan in de comments. We proberen erop te reageren, maar we gaan er zeker naar kijken voor de volgende filmpjes. Dankjewel.
Alsjeblieft, jongen. Laat het wat motivatie zijn, zowel voor jou als voor de kijkers. Dit is wat je kunt kopen. Als je hard werkt en er goed voor spaart. En misschien win je een keer de loterij. Dat zou ook kunnen. En ik ben blij dat we weer filmpjes aan maken. Ja, man. Gezellig, ouwe. Dank jullie wel voor het kijken. Vergeet niet, ze hebben zelf ook een Instagram. En een YouTube-kanaal. Ga daar ook even heen. Staat in de beschrijving. We hebben met Day One Lifestyle natuurlijk ook een Instagram. Daar kun je ook een hoop dingen voorbij zien komen. @DayOneLifestyle. @JJBoske. Jasper, wil je zelf nog je Instagram? Jasper_Lijvering. Kan je mijn privéaccount ook volgen? Precies, doe dat. Dank jullie wel. Vergeet niet te abonneren. Bluf dat je abonneert. Dat kan hier aan deze kant. Ciao. Lekker, ouwe.